en de zwarte kraai kwam. Dus de stoet is ook weer zo'n autobiografisch beeld wat ik als kind doe. Ik ben voor de kerk geboren, letterlijk naast het kerkhof. Dus op gezette tijden moesten bij ons toen nog de gordijnen dicht. En kwam de stoet met de gordijnen dicht langs. En in Durgerdam hoeft dat niet meer, de gordijnen kunnen open blijven. Maar het beeld is eigenlijk precies hetzelfde. Dus dat heb ik mijn hele leven meegekregen. Regen op de rouwstoet, weduwe in trans. Rietpluimen vol tranen, zwaar in onbalans. Dood hangt in de bomen, licht brandt in de kerk. Stoet komt in beweging, kerkklok doet haar werk. Wat misschien leuk is om daarbij te vertellen is dat ik natuurlijk onder andere naar Amsterdam ben gekomen omdat Miles Davis in mijn leven kwam. En Miles Davis heeft op de LP, toen nog Sketches of Spain, heeft hij ook een begrafenisstoet uit Spanje proberen na te bootsen op zijn trompet. En daar is de stoet, de muziek van het lied, een klein beetje op geïnspireerd. Bleke natte hoofden, kleumend in de rij. In de sloot twee zwanen, buigend net als zij. Dood hangt in de bomen, licht brandt in de kerk. Stoet zingt in de banken, dominee aan het werk. Het is een combinatie tussen het leven wat ik gezocht heb. Van Miles Davis is natuurlijk toch de droom die je achterna bent gegaan. En ook de oeroude, het archetypische verhaal van de begrafenis, omdat je daar toevallig naast woont. Dus dat is wel een mooie combinatie. Hey.